We gaan het hebben over versnelling en dan vooral de sociaal-emotionele ontwikkeling. We weten nu eigenlijk al 80 jaar, Amerika hebben we het over, dat dit een goede maatregel is als je onderwijs aanpast voor kinderen met meer capaciteiten. En toch gebeurt het niet. En wij adviseerden nogal eens om een leerling te versnellen. En dat werd ons vaak niet in dank afgenomen, vooral niet door scholen voor voortgezet onderwijs. Maar ik heb me dus vooral op die sociaal-emotionele gevolgen gericht. Ook heb ik gekeken naar de houding van leraren tegenover versnelde leerlingen, want daar begon het probleem eigenlijk. Dus wat zou je kunnen concluderen? Versnellen werkt, maar het is niet allemaal roze geur en maneschijn. Onderzoek wordt er nog veel te weinig gedaan. Versnellen kan het sociale en emotioneel functioneren verbeteren, en dat gaat tegen veel mensen's gevoelens in. Maar blijkt wel uit onderzoek dat kinderen waar het sociaal-emotioneel niet zo goed mee gaat, soms na een versnelling veel beter functioneren. Het kan wel handig zijn als je mensen moet overtuigen. En waarom kosteneffectief? Nou ja, 1 jaar minder onderwijs zou je kunnen zeggen, maar je kan nog meer zeggen. Want als het inderdaad zo is dat een kind beter gaat functioneren door versnellen, dan voorkom je een heleboel kosten die er misschien zouden komen voor psychische hulp, omdat het niet goed gaat met een kind. Wat ik vertel is gebaseerd op veel onderzoek, weliswaar veel Amerikaans onderzoek, wat niet wegneemt dat het ook een verkeerde beslissing kan zijn. En daarom moet je iedere keer weer nadenken. Dus het zijn 2 dingen. Niet ieder kind moet versneld worden, maar sluit het alsjeblieft nooit uit, want dan doe je kinderen tekort. Versnellers blijven niet vaker zitten binnen het VWO dan niet-versnellers. Dus versnellers die blijven zitten, zitten meestal op de haven. Wat is, op grond van de resultaten van die evaluatie, de beste manier om te versnellen? Wetende dat er niet maar 1 manier is. En dat moet je moet dus eigenlijk andersom gaan denken. Wat heeft deze leerling nodig? Hoe kunnen we dat gaan bieden en waar kunnen we dat het beste bieden? En dat kan met het sociaal klimaat te maken hebben. Het kan ook met de leraar te maken hebben. Het heeft eigenlijk bijna niet te maken met de cognitieve behoeften. Zou ik zeggen, je moet het juist doen om sociaal-emotionele redenen. Want wat gaan we doen om te zorgen dat het werkt? En dat is natuurlijk een hele andere attitude dan wachten tot het misgaat. Kennen mensen dit? Project Versnellen zonder drempels. Het beste wat je kunt doen voor een hoogbegaafde leerling. En onbewust kom ik op de titel eigenlijk van deze conferentie. Laat zien dat je ermee bezig bent. Laat zien dat het je wat kan schelen. En wees dan open van, we gaan het proberen op deze manier. Maar ik weet het ook niet zeker of het gaat lukken. Wat nu in deze ontwikkelingsfase goed of nodig lijkt te zijn, kan in een latere fase niet passend meer zijn. Versnellen alleen is nooit genoeg.